De Eems-Dollard in het noordoosten van Groningen is een uniek deltagebied. Een van de laatste plekken in Nederland waar zoet en zout water samenkomen. De natuur is echter flink verstoord. Er zit te veel slib in het water. In het programma Eems-Dollard 2050 werken het Rijk en de regio aan gezonde leefgebieden met geleidelijke zoet-zoutovergangen en het nuttig gebruiken van slib. Volgens expert klimaatadaptatie Marjolein Haasnoot is de grote vraag niet hoeveel de zeespiegel stijgt, maar hoe snel. In principe leeft de Waddenzee van eb en vloed. Zolang er een overvloed van zand en slib is, kan het gebied meegroeien met de zeespiegelstijging. Maar als de zeespiegelstijging te snel gaat, dan houdt het natuurlijke systeem het niet meer bij en kan het Waddengebied verdrinken. Wat hier speelt is dat met klimaatverandering, ja, als de zeespiegel hier stijgt. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen voor de natuurgebieden die gewend zijn aan zoetwater, de landbouw en ook voor het drinkwater. Dus ja, daar krijgen we allemaal mee te maken. Of hebben we eigenlijk al eeuwenlang mee te maken. Maar de verwachting is dat het veel meer gaat worden en sneller zal gaan dan waar we de afgelopen eeuwen mee te maken hebben gehad. Door de aanleg van dijken door de eeuwen heen zijn er geen uitgebreide kwelders en overgangszones meer waar het slib kan bezinken. Matthijs Buurman werkt aan kustontwikkeling in het programma Eems-Dollard 2050. Waaronder het verbeteren van de waterkwaliteit door overtollige slib uit de Eems-Dollard te halen en het slib nuttig te hergebruiken. Door het grote verschil tussen de zee en het land komt er steeds meer zoutwater via de ondergrond het binnenland in. En wat je eigenlijk probeert te doen met slib op land brengen, is kijken of je die afstand weer kan vergroten. Dat zoute water wat van onderaf komt, dat dat niet meer in de bovengrond terechtkomt. En wat we eigenlijk aan het doen zijn, is zorgen dat die kustzone, die hele zone langs de kust hier, dat die veel meer ruimte krijgt. Ja, dat het systeem daar meer ruimte krijgt, zodat het slib afgezet kan worden. De dubbele dijk is een mooi voorbeeld van de innovatieve aanpak. Deze duurzame dijk is niet alleen goed voor onze veiligheid, maar ook voor de natuur, landbouw en recreatie. Het bestaat uit een hogere dijk aan de waterkant en een lagere dijk landinwaarts. De twee dijken samen beschermen ons tegen het hogere water. In het tussengelegen gebied is ruimte voor natuur, zilte landbouw en aquacultuur, zoals het kweken van schaal- en schelpdieren. Deze hectare die we hier beschikbaar hebben, in te richten als een soort binnendijks kweldengebied, zodat die kan meegroeien met de zeespiegelstijging. Daarmee bereik je eigenlijk twee dingen. Het slip uit het systeem kan weer neerdalen in de kust en je kustzone die kan verhoogd worden. Daar ligt Borkum, helemaal in de verte, dus de Duitse eilanden. Nou, dit is eigenlijk de monding van de Eems. Die hoofdgeul die wordt gebruikt voor de scheepvaart. Juist doordat het nu eigenlijk van meergeulen naar een enkele geul is gegaan, dat hele Eems-Dollard systeem, en het zo opgesloten zit, klotst eigenlijk gewoon dat water de hele tijd heen en weer met al het slip erin. En heeft dus het slip geen rust om te bezinken. Ja. Wat we hier eigenlijk willen doen is zorgen dat het verschil tussen die zee die steeds verder omhoog komt met al dat slip erin en het land wat steeds verder daalt, dat we dat op een heel geleidelijke manier weer gaan herstellen. Dus zorgen dat het slip binnendijks het land kan ophogen en op die manier eigenlijk de hele kustzone een stuk breder wordt en ja, die hele kustzone integraal mee gaat groeien met die zeespiegelstijging. Wat je ziet is wereldwijd is dat er al veel meer aandacht komt voor zeespiegelstijging en maatregelen. En niet alleen de harde keringen, maar ook de, ja, wij noemen in het Engels dus nature-based solutions. Dus
meer oplossingen waar gebruik wordt gemaakt van de natuur. En hier is een mooi voorbeeld van hoe je een laaggelegen natuurgebied gebruikt om golven te dempen, zodat het ook veiliger wordt. En dat zie je dat het wereldwijd, dat daar heel veel aandacht voor is. Hier kan je heel goed zien dat het te veel aan slip wat in het water zit, dat dat eigenlijk gewoon klei is. En als je dit laat drogen, dan kan je daar weer dijken van bouwen. De laatste jaren hebben we het versterken van dijken zo efficiënt gemaakt dat we dat allemaal in één keer in hele grote stukken willen doen. Daarvoor wordt ook klei aangekocht en die klei komt ergens anders vandaan. Terwijl we eigenlijk hier gewoon voldoende klei hebben. We moeten er alleen nog van het slip moet je nog klei maken. Als je het een poosje laat drogen, dan wordt het vanzelf klei eigenlijk. Dat is ook wat er normaal gesproken gebeurt aan de kust. Op het moment dat het kan sedimenteren, het wordt droog. Als je op de kwelders gaat lopen langs de Noordkust en langs de Dollard, dan loop je eigenlijk over klei. En hoe langer het droog ligt, hoe beter de klei wordt. En wat we hier proberen in deze kleirijperij, is eigenlijk om dat proces te versnellen. Dus er zijn hier 14 vakken ingericht, waaruit slip uit de haven van Delfzijl is ingebracht. En proberen we eigenlijk op 14 verschillende manieren te kijken hoe snel dat proces nou kan gaan, om daar goede dijkklei van te maken. Waar we nu zijn, dat maakt me hoopvol, is dat we zien dat we nu al hiermee bezig zijn. Niet alleen op de traditionele manier, maar ook breder kijken naar nieuwe innovatieve oplossingen. Waarbij niet alleen de dijk meteen wordt opgehoogd, maar ook wordt gekeken van hoe kunnen we de dijk inpassen in het landschap. Niet alleen waterveiligheid, maar ook kijken naar hoe past het bij de natuur en ook samen met de landbouw en hoe je die landbouw ook ruimte kunt geven om ook mee te groeien aan die nieuwe omstandigheden. Wat eigenlijk wel gebleken is, na de jaren 60 hebben heel veel dijkversterkingen veel met beton en asfalt gedaan. Dat beton en asfalt toch na 20, 25 jaar niet meer voldoet en dan moet het weer opnieuw versterkt worden. En het voordeel is van een kleidijk, die heeft gewoon een langere levensduur. Dan moet je wel af en toe bijwerken, maar het scheelt een hoop beton en asfalt. Kijk, dat zijn hele mooie voorbeelden van hoe we als Nederland eigenlijk niet alleen bang voor het water zijn, maar ook hoe we dat weer kunnen overwinnen eigenlijk en ook kunnen meegroeien en aanpassen aan die nieuwe omstandigheden. Ja.